Yo guys, Letje hier met vandaag een nieuwe video en vandaag is een nieuwe aflevering van Minecraft Survival Season 1. Vandaag ben ik met een nieuwe lid, vandaag ben ik met Rens. Stel je eventjes voor, hij is van het kanaal RXNS, want ja, ik kan dat niet uitspreken, zit hij in Amerika. Ja, eigenlijk, het ding is gewoon, dat is eigenlijk gewoon Rens, maar dan gewoon met X. Heel veel mensen hebben dat lastig. Dus dan het gewoon Rens noemen. Maar Rens is dus nieuw, daar is het beginnerhuisje en hier is een secret base. Secret is het niet echt wel. Secret. Pak dat secret, dus dat maakt het epischer. Oké. Dus dit is een base. With a lot of chicken. We zullen nu naar de master bedroom gaan, hè. This is where the magic happens, boys. Het is trouwens ook al een week tussen nadat ik de vorige aflevering heb opgenomen. Dus er is echt wel heel veel veranderd in de server. En wat ons leuk leek om deze video te doen, is om te stripminen. Heb je trouwens nog wood bij je, of niet? Yo, yes! Sorry, diamonds. Doe je dat nu geven of niet? Nee, houd hem maar zelf bij. Ik heb er zelf ook al zes. Sorry bro, maar het zijn echt al de volle acht. Nice. Maar weet je wat? Weet wat? Ik heb een idee. Ik zal die gewoon hier laten liggen. En dan kun je die eens wegminen met een Fortune 3, goed? Ja. Sorry dat ik schreeuwde trouwens. Ja, maar boei. Ik vind het wel grappig. No! Oh my god, nog meer. What the fuck? Oh, for real. Oh, wat? Hier is... Volgens mij, ik zie hier spinnenwebben, dus misschien... Mineshift? Ja, het is een mineshift. Yay! Oké, wacht. We gaan er samen in. Oké. Oké, ik vind het eigenlijk bijna... Om eerlijk te zijn, ik vind het bijna nooit... Oké, never mind. Kijk, hoort je dat? Melon seeds. Ik heb bijna nooit diamonds in een mineshift gevonden. Ah, ik wel. Oké, ik heb een cave spider dingen gevonden. Een spanner. Kapot. Ik zal die kapot maken, ja. Ik ga dood. Ja, ik... Okay, well, mineshift is wel gigantisch. Inderdaad. Alleen weet ik dus niet meer hoe ik er moet komen. Waar is de fuck is mijn loot? Natuurlijk, ik kan hier nergens door. En hier is ook nog zo'n put zonder. Daarom is het natuurlijk wel handig om torches te plaatsen. Ja, inderdaad. Auw, what the fuck? Behalve dat ik waar zijn die chesten? Nou, waar is mijn loot? Oké, ik stel voor dat we hier als... Ah, fucking ja, wacht. Je loot hebben dat we hier weggaan. Ja, is goed voor mij. Alleen heb ik bijna geen... Geen voet niet meer, dus ik kan niet sprinten. Ik ga zo weer doodgaan, een maand. Waar werd jij dus doodgaan? Ja, dat is een goede vraag. Ergens bij een cave spawnen, dat weet ik nog. Yo, het is gewoon een fucking vis. Hallo daar. Ik denk dat dat hier ergens is, ik weet niet zeker dan. Ik hoop het eerlijk gezegd wel. Als ik die spawner zie, maak ik hem kapot. Ja, maar die spawner was al kapot, hè. Ik heb die al kapot gemaakt. Ah, fucking ja. Ik zie daar al experience liggen. Ja, wat denk je dat van mij is? En mijn zwaard is just kapot gegaan. Ga ik anders gewoon hier zo deze weg hier weg? Nee, ik ben hier. Ook deze jakjes hier is weg? Wacht, hè. Heb jij een doorgang sturen? Het zijn er heel veel. Holy shit. Blijf maar komen. Volgens mij is het gewoon zo'n zombie spawner. Ja, fuck, ik heb gewoon geen wapens meer. Ik heb een schep. Ik ga maar met een schep moeten vechten dan. Maar het is sowieso ergens waar dat nog redelijk donker is, hè. Want ik heb daar geen torches geplaatst. Waar dat best wel dom is. Ik ben niet aan het kijken, man. Oeps. What the fuck was dat? Oh my gosh, the fuck is gigantisch, die mineshift. Ik heb loot! Ja? Denk ik. Ja, ik heb het, denk ik. Er ligt allemaal spullen. Oké. En waar, kun je even de coördinaten geven? Ah, maar dat zijn misschien uw vorige spullen. Nee, dat is niet nieuwe stuff. Ik denk dat die stuff lost is, to be honest. Dat is wel vreemd, man. Het is echt een grote mineshift. Ja, inderdaad. Dat is wel ambetant soms. Ach, nog een creeper. Tje. Nee. Dan is het daar. Are you kidding me? Ja, plof maar, fucking hell. Maar hoeveel creepers zijn er? Ik zweer het. Normaal, man. Nee, gaat dat hier nog verder? What the f... Dat gaat nog zo... Er is een hele ravine in, hè. Ik denk dat ik het gewoon nog opgeven. Depthstrider 3! Yes! Ik ben echt gewoon alle loot aan het... Nog een kist, what the fuck? Nog een name tag, lekker. Ik zal er ook eentje aan u geven. Au, fuck you. What the fuck, dat gaat hier zelfs op de bedrock, dat heb ik nog nooit gezien. Mineshift op de bedrock. Oké, dat vind ik wel vrij episch.
Sorry als ik zo stil ben, maar ik ben gewoon even met mijn loot. Ik hoor gewoon even met mijn loot. Kut! Oh, dat meent je niet. Ja, ik ben dood. Oké, ik hoef het om met mijn loot te zoeken. Ja, ik heb heel veel loot. Maar in Minecraft zijn er keiveel kisten met fucking vette loot. Dus zeker in kijken. Mm-hmm. Ik heb nog nooit de beste Minecraft ooit heb gevonden eigenlijk. Mm-hmm. En zeker zo'n grote, dat is echt maf. Oké, ik ben terug. Ik zit lekker in mijn bloot bovenlijf. Het is de dag van de hittegolf. Het is de woensdag dat het tyfus warm is. En ik ben een paar dagen later. En ja, welkom op mijn eilandje. Jawel, jazeker. Deze mooie cinematic, let's go. Oké, ik ga het toch in de editing doen, snotje. Maar nee, die cinematic, dat is zo'n nieuwe replay mod waar ik een beetje mee aan het spelen ben. En dat leek me vrij cool. Maar natuurlijk ga ik ook wel gewoon een gewone rondleiding geven op mijn eiland. Dus laten we hier beginnen met de stufwal. Yeah. Een hoop kisten. Hier zijn de mobdrops. Hier al het natuur. Dat moet ik nog schikken. Dat is dark oak planks. En ik hoor sommige mensen denken van, why the fuck do you need that much dark oak? Wel, ik ga het zo uitleggen, jongens. Ik heb ook nog twee witherskulls. Hier hadden we vroeger schapen, maar dat ging ook gewoon niet. Dat is trouwens echt een slecht systeem, niet doen. Een smoker, een blast furnace. Hier zitten zo wat leuke dingetjes in. De fortune 3. Ik heb het allemaal. De pufferfish, yes. En hier nog iets in doen, maar ik weet niet wat, to be honest. Ik heb wel een idee. Ik ga gewoon alle netherrack eruit pakken. En ik ga het er gewoon in steken. Nu, ik heb ook veel diamond. Dit is trouwens Blackie. Dat is mijn hond. Daar is mijn wheat farm. Hier zijn schaapjes. Dit worden de zwarte schapen. Maar wat ik ga proberen met deze twee als een wol is... volgroeid daar donkergrijze wol van te maken. Ik ga straks ook zeggen waarom ik die schapen nodig heb. Hier is de netherportal. En ik heb ook nog een paard, Gerwin. Alleen weet ik niet waar Gerwin is. En bamboe. De bamboe, niet vergeten. En de sugarcane. Waar de fuck is Gerwin? Gerwin? Wacht, zal Gerwin terug in de nether gaan? Ik even naar Gerwin zoeken. Be right back. Oh, fucking hell. Ja, dat was vergeten. Kut. Ah, hey. Kom aan. Oh my fucking gear. Oké, ik ga hun gewoon allemaal vermoorden. Oké, wacht, ik ga wel serieus doen. Oké, ze gaan eindelijk dood. Fucking hell. Ze zijn kwaad op mij omdat ik een kip zag. Ik zag een mini-zombie. Een kip op een mini-zombie. En ik wou die kip. Dus ja, daarom. Oh, oh my god. Ja, ik heb een looting 3 zwaar. Maar ik hoor al heel veel mensen denken van... Dude, dit kan toch niet uw base blijven? En ik ga daarmee akkoord. Want ik ben ook met iets bezig, zoals je ziet. Ik denk dat mensen dat kunnen raden. Het is een boot. Yes. Raden. En ik kan niet zomaar een boot nabouwen. Ik ga de Black Pearl namaken uit de Pirates of the Caribbean serie. Voor de mensen die niet weten wat de Black Pearl is, laat ik even een korte samenvatting geven. Dus het schip heette eerst Vic Ranch, toen was het in bezit van Captain Jack Sparrow. Hij werkte voor de East Indian Trade Company voor Lord Cutler Beckett. En toen moest hij slaaf vervoeren, maar Jack Sparrow zei, nah, those guys are my matties. En toen zei Cutler Beckett van, okay, fuck your ship. Dus toen heeft Cutler Beckett zijn schip gezonken. En Jack was zo van, but I really like that ship, man. Maar ja, natuurlijk is het een magiewereld. Dus toen zei Captain Jack Sparrow, oh, I know that one guy, Davy Jones, yes. Davy Jones, die vaart met de Flying Dutchman. En de Flying Dutchman is een speciaal schip. Het kan varen naar het land van de doden. En zo heeft Jack Sparrow met Davy Jones een deal aangegaan om de Rigged Ranch terug te brengen. Maar toen hij het terughaalde, waren ineens alle zeilen zwart. Toen was hij van, oké, ik moet wel gewoon de Black Pearl. Maar Davy Jones zei, jij mag 13 jaar kapitein zijn en dan geeft jij uw ziel aan mij. Maar 2 jaar later, nadat hij aan het varen was met de Black Pearl, werd hij verraden door zijn mattie Barbosa. En toen heeft hij 10 jaar zonder schip gezeten ofzo. Dan 10 jaar later heeft hij dat schip kunnen terugwinnen. Maar toen had hij nog maar 1 jaartje te varen met de Black Pearl, want hij moest zijn ziel geven. Maar hij was dat natuurlijk helemaal vergeten. Dus ze zei van,
Nah man, and I ain't given that. Davy Jones zei, oké, toen was de Black Pearl nooit gezonken. En Jack Sparrow was ook doodgegaan. Dus waar zijn matties hem gaan opzoeken, ze waren door een epische... Oh, dat is jammer. Ze waren door een epische gletsjer bij hem gegaan. En daar zijn ze van een gigantische waterval afgeflikkerd. En toen zijn ze in het land van de doden geraakt. Daar hebben ze Jack Sparrow gevonden met de Black Pearl. Nu waren ze alleen van, ja, hoe de fuck raken we uit het land van de doden? En toen dacht Jack Sparrow, oh, up is down. So down is up. Terug in het land van de levenden. Toen ging Davy Jones dood. En die geraden. Toen is Jack Sparrow nooit verraden. En toen was hij een schip terug kwijt. Een paar jaar later vindt hij Hector Barbosa bij de... Auw. Kast, mijn uitleg aan toen. Dus een paar jaar later vond hij Hector Barbosa bij de Britten. En drie keer raden, die kon hem vertellen dat het schip nooit is gezonken. Nu, Jack Sparrow was fucking kwaad, maar blijkbaar was dat schip niet gezonken. Blijkbaar was het schip door Captain Blackbeard in een bottle gestopt. Maar ja, toen had hij die bottle gewonnen, maar ja, wist hij niet hoe hij dat moest open doen. En toen was Hector Barbosa nooit tegengekomen. Heeft Hector Barbosa kunnen fixen met zijn magisch zwaardje. Toen ging Hector Barbosa dood. En dan heeft Jack Sparrow uiteindelijk de Black Pearl gekregen. Let's go. En ja, dat waren eigenlijk gewoon de 5 Pirates of the Caribbean films samengevat. Alsjeblieft. Maar ik ga dus zo de romp bouwen. Ik ga er ook zo een coole compilatie van maken. Dat dat zo... Wieeuw, er zo rond gaat. Oké, hoe gaat het verder? Ik hoop dat de compilatie al af is. Kijk, ik heb de ROM dus gebouwd. Ik heb het eigenlijk nog niet gedaan, maar ik ben het achteraan het opnemen. Snot gebik. Maar ik had deze video wel afsluiten. Dus vond je het leuk? Was een blauwrempje omhoog. En de volgende keer. En de volgende keer gaan we verder met Minecraft Survival Season 1. En ik zeg ciao.